Werk is voor vluchtelingen die in Nederland een bestaan willen opbouwen van essentieel belang. Het kan een grote rol spelen bij een goede integratie. Varian is een sprekend voorbeeld hiervan. Zij werkt sinds september 2018 bij de Jumbo in Nuenen. Daarmee ging voor haar een grote droom in vervulling. Ik wil graag werken in de supermarkt, want hier in de supermarkt veel klanten, veel mensen uit Nederland. Ik heb veel contact met mensen, kan ik leren veel woorden van Nederlands. Haar taalvaardigheid is sinds ze werkt sterk verbeterd. Vroeger, ik praat heel langzaam Nederlands, maar nu ik probeer te praten heel snel. En ik vind het, als ik praat snel met mensen of met de klanten hier in winkel, ik heb dat echt zelfvertrouwen bij mezelf. En veel mensen hier zeggen, jij komt uit Syrië, maar je praat heel goed Nederlands. Ik vind het echt leuk. Ook haar collega's vinden het leuk om met iemand uit een andere cultuur samen te werken. Dus we hebben allebei onze taken in de winkel. Mm-hmm. En naast het werk in de winkel leer ik haar ook nog Nederlands. En we zijn begonnen met een woordje en nog een woordje. En Varian heeft zelf aangegeven dat ze op een gegeven moment hele zinnen wilde leren. Mm-hmm. En dat gaat er goed af. Ja. Als ik snap niet, dat mijn collega's proberen te uitleggen voor mij met andere manier. Roberto, als ik snap niet wat hij bedoelt of als hij vraagt mij, ik zeg dat Roberto, kan je uitleggen voor mij wat betekent jouw vraag? Hij probeert te uitleggen voor mij met de producten, met de handen, met andere manier te snappen. Maar de volgende dag, hij vraagt mij, Varian, wat ik zei gisteren. Jumbo en Varian kwamen met elkaar in contact tijdens een zakelijke speeddate. Vorig jaar mei is er een initiatief geweest vanuit de kerk in samen met het OCN. Die hebben flitsstages georganiseerd waarin de Nuense ondernemers in speeddate kwamen samen met de nieuwkomers. En de bedoeling daarvan was dat zij één dag stage zouden lopen daar bij een bedrijf of bij een winkel. Nou, er waren gewoon heel veel verschillende bedrijven bij aanwezig. Varian is toen in contact gekomen met de Jumbo en daarin hebben zij gekletst. Ik denk dat zij daar een goede indruk heeft achtergelaten ook. Want we waren al eigenlijk bezig met een traject waarbij Varian bij PostNL aan het werk zou gaan. Mm-hmm. Alleen toen belden zij mijzelf op van nee, ik heb contact met de Jumbo en ik wil echt bij de Jumbo gaan werken. En toen hebben we eigenlijk ook meteen alles omgedraaid en gezegd van nou, dan gaan wij kijken wat jij kunt doen bij de Jumbo. Toen heeft het WSD daarin ondersteund in de eerste periode. Ja, en nu doet Varian het gewoon fantastisch en heeft zij een contract al gekregen. Ja. Dat is voor ons ook heel mooi. Bijkomend voordeel voor Varian en haar familie is dat ze nu financieel onafhankelijk zijn. Heb ik werk hier in Jumbo. De uitkering is gestopt voor ons. Daarnaast is het ook zo dat wij vanuit de gemeente nu ook daarin contact hebben met de Jumbo. En eventueel ook kunnen kijken of er meerdere plekken mogelijk zijn. Voor Jumbo vervult Varian absoluut een ambassadeursrol. Daar waar het gaat om het aannemen van vluchtelingen. Varian is heel erg positief. Heeft ze een goed humeur. En ze is heel erg leergierig. En dat vinden wij heel erg belangrijk. En daarom hebben wij haar die kans gegeven. Het is een absolute verrijking om Varian hier te hebben om te werken. We hebben verschillende soorten medewerkers in onze winkel. Ook met mensen met een beperking. Dat vinden we ook echt een verrijking voor onze winkel. En Varian is dan de eerste vluchteling. Maar ja, dat vinden we helemaal top. Helemaal te gek. Wat Varian betreft is het einde nog absoluut niet in zicht. Ze heeft grootse plannen. Ik werk nu bij dezelfde, maar in de toekomst misschien ik ben te pas voor de andere winkel. Niet dezelfde winkel.